Hi, ik ben Tom Lassing van beursbox.nl. Waar ik het vandaag over wil hebben, is beginnen met beleggen. En dit is niet mijn eerste video die ik over beginnen met beleggen eh, maak. Maar op dit moment zijn er heel veel mensen die beginnen met beleggen. En dan is het wel belangrijk dat ik af en toe weer iets nieuws even breng en daarop wijs. Want er is ooit onderzoek gedaan en 90% van de mensen die beginnen met beleggen verliezen geld. En verliezen zo'n gemiddeld 2% per maand. En met drie jaar zijn ze dan gewoon door hun geld heen en stoppen ze met beleggen. En dat is jammer, want beleggen doe je om rijker te worden en niet om je geld gewoon te verliezen. En um, die verliezen zijn te voorkomen, maar dan moet je niet in de valkuilen trappen die talrijk zijn. En die valkuilen, daar heb ik over geschreven in een gratis rapport. En ik ga even naar mijn website, beursbox.nl. En dan laat ik jou even zien waar je moet zoeken. Om onder andere dat gratis rapport op te vragen. Nou, dit is de Beursbox-website, voorpagina. Als je naar Beleggersnieuws dan zie je diezelfde artikelen terugkomen. En uh, ja, dan zie je er hieronder zie je er wat meer. Ik schrijf iedere dag artikelen. Dus dat is leuk. Ook in de nieuwsbrief komen die. Uh, maar wat nu belangrijk is, is die beurskennisbox. Daar moet je eigenlijk beginnen. Nou, en wat je daar aantreft, is onder andere dat Leren Beleggen-rapport. Wat je hier ziet. Daar, daar moet je gewoon aanklikken en opvragen. Uh, maar je ziet veel meer. Exponentiële groei, Kondiatev, echt heel belangrijk wat die allemaal hebben geschreven. Warren Buffett, de rijkste belegger in de wereld. Templeton, uh, Japanse candles, ontzettend belangrijk voor het analyseren van grafieken. Ik heb hier echt heel erg veel Gegevens staan. En lees dat eens door voordat je gaat beleggen. En vooral dat leren beleggen rapport. Het is zo belangrijk dat je dat eerst doorneemt voordat je beleggingen doet. Want als jij het idee hebt dat beleggen hartstikke makkelijk is, dan ben je gewoon voer voor de haaien. Beleggen is een vak. En uh, natuurlijk het is laag kopen, hoog verkopen hartstikke simpel. Maar je moet je afvragen wanneer hoor jij van een bepaald kansrijk aandeel of een bepaalde kansrijke belegging? En eh, dan moet je je afvragen waarom jij dat daar dan hoort. Ben je de eerste die dat hoort? Maar waarom zou jij de eerste zijn? Als jij het op radio of televisie hoort, dan ben je zeker de laatste die het hoort. Nou, ik doe dit voor mijn vak. En als ik het op radio of televisie hoor, dan weet ik dat ik daar eerder moet verkopen dan kopen op het moment dat ze het daar zeggen. Het is dan nog niet helemaal het verkoopmoment, maar het zit er wel dicht tegenaan. Want dat zijn de laatste mensen die het horen als het op de radio bekend wordt gemaakt. En een goede belegger heeft zelf onderzoek gedaan, die gaat er vast in. En pas als het heel populair is, dan komt het op de radio en op televisie en op uh, belangrijke uh, internetpagina's. Dus ja, dan ben je eigenlijk al te laat. En heel veel mensen hebben dus zoiets van, ja, maar ik wil eerst even zeker weten dat er een trend omhoog is. En dan is die trend al heel oud en dan stappen ze in. Ja, dat is dan net voordat die trend keert en naar beneden gaat. Dus er zijn een aantal valkuilen waar je niet in moet trappen en die beschrijf ik in dat leren beleggen e boek Dus vandaar dat ik daar zeg van ga daar eerst heen. Nou, dan heb ik vervolgens op de website ook financiële diensten. Hartstikke mooi, daar verdien ik ook weer geld mee, dat is duidelijk zijn. Maar het is ontzettend belangrijk dat je eerst die beurskennisbox doorneemt en daarna kijk dan hier of er iets van je gading tussen zit. He, want ja, je kan zelf onderzoek doen, maar hier zit ook heel veel onderzoek, wat al is gedaan door anderen. En dat kan je dan gewoon aanschaffen. Er zit ook heel veel gratis tussen, trouwens, maar er zitten ook betaalde producten tussen. Van mij en van anderen overigens. Um, dus dat is heel belangrijk. Verder, heb jij nog geen abonnement op mijn gratis nieuwsbrief van Beursbox? Dan zou ik je aanraden om dat abonnement toch te nemen. Dan krijg je iedere dag een nieuwsbrief over de beurs, over de maatschappij. En eh, abonneer je ook op dit Videokanaal. En als je dan ook op dat belletje klikt, dan krijg je ook een notificatie als ik weer een nieuwe video gemaakt heb. Eh, je mag ook de video liken. En heb je vragen, zet die dan hieronder de video. En ik probeer die ook te beantwoorden. Dus eh, geef zo'n reactie op de video met een vraag. En dan beantwoord ik dat. Hartstikke leuk vinden om die interactie te hebben. Want dan kan ik ook eventueel een nieuwe video maken. Want ik zoek ook constant naar nieuwe onderwerpen om dan video's te maken. Om jou te helpen met, met beleggen. Daar laat ik het bij. Tot de volgende keer. Houdoe.